Danceable is een driedaags evenement waar wij de mogelijkheid willen geven aan mensen met en zonder beperking om met elkaar te dansen. We hebben daarvoor een aantal projecten ontwikkeld, voorstellingen die we gaan produceren, waarbij we professionals en amateurs, mensen met en zonder beperking, met elkaar in contact brengen om samen te dansen. Tot mijn grote verbazing zijn er eigenlijk op dit moment heel weinig mogelijkheden voor mensen die willen dansen en een beperking hebben. En ik vind dat daar gewoon verandering in moet komen. Inclusiedans gaat voor mij over samen. Over mensen met en mensen zonder een beperking. En dat die samen in beweging komen. En dus ook dat dat midden in de maatschappij staat. Wij kiezen dan ook altijd voor om onze projecten te repeteren in een theater. En ze te laten zien in een theater. Zodat meer mensen daar kennis van kunnen nemen. Om het publiek een andere kant van dans te laten zien vind ik interessant. Dus niet altijd kijkend vanuit de perfectie, want dat zijn we eigenlijk gewend te doen. Als je werkt vanuit de mens, dan kijk je naar de mogelijkheden die de mensen hebben en niet naar de beperkingen. Dus dan zou je feitelijk met iedereen moeten kunnen werken. Wat je op de vloer ziet gebeuren, dat is heel ontroerend en heel mooi. De participatie is belangrijk, dus dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te dansen, maar aan de andere kant vind ik ook de excellentie interessant. Hoe kun je talenten verder ontwikkelen, ook voor mensen met een beperking? Wat belangrijk is, denk ik, is dat we ook verbanden leggen met de zorg. Op kleine schaal gebeurt dat al, maar daar kunnen we nog van elkaar heel veel leren. Los van dans vind ik eigenlijk de ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking ook heel erg belangrijk. Je merkt gewoon dat te weinig gebeurt in onze maatschappij. Danceable is dan voor mij ook echt het begin van een lange reis om dat verder mogelijk te maken. En te zorgen dat dat straks ook kan. Dat we kunnen faciliteren, dat er meer mogelijkheden zijn en meer plekken waar mensen die dat willen kunnen dansen. Of je nou een beperking hebt of geen beperking hebt, maar aan de slag in de vloer op. Dat wil ik heel graag bereiken. Ik vertrek.